Welkom bij de Bakersoptocht 2018. Een schoonoptocht zoals ieder jaar. Groepje 1 was, ook bij ons zit er muziek in. Het kindercentrum van Baken. Zoals ieder jaar netjes aanwezig. Vervolgens de Pipo's. 55 jaar en nog niet bejaard, met een Pipo in de taart. En daar verschijnt de Pipo. Bierwagens bestaan dit jaar 55 jaar, dus dit thema zal vaker terugkomen. Bakel to the future. Vier jonge mannen die gingen uitleggen dat Bakel naar de toekomst moest. En uiteraard de Jeugdprinswagen, met dit jaar Jeugdprins Mika en Jeugdprinses Sanne. Sluitend op de jeugd. De jeugd, daar zit muziek in. En het is uiteraard de familie van de jeugdprinses, dat kun je zien. Met prachtige pruiken. Voor deze prins komen wij fluitend uit de verre. Mooi versierde vogels die al fluitend door de optocht gaan. De feest is begonnen met confetti-kanonnen. Een groep dames met een groot confetti-kanon. En een mooi stukje dat iedere keer tevoorschijn kwam. Het thema dat er een non uit een kanon kwam, deed het uiteraard heel goed. Als vanouds aanwezig, de harmonie, met prins Paul aan de top, dansen wij volop. Met voorop de showgirls. Voor de harmonie was het dit jaar extra speciaal, aangezien de prins de voorzitter is van de harmonie. Ze willen graag een grote getale aanwezig zijn, en dat zijn ze. Met het motto Carnaval 2018, daar zit muziek in, regeerde Prins Paul aan het Pierenwijsrijk. En uiteraard haakt de harmonie hier eenvoudig op in.
vervolgens zo vader, zo zoon. Geert Reyners liep samen met zijn zoon door de optocht. Vervolgens, Bakel moet kleur bekennen. Gevolgd door de Waaghalzen, een wiengroep die zijn wagen had laten spuiten. Vervolgens Arno Verbergt. Hij deed mee zonder startnummer. Met het motto: ik heb geen flikker. Dus hij liep mee voor niets. De volgende wagen was Gordon op volle toeren. Een wagen over het stukje van dat de Playboy Mansion failliet is en dat Gordon erin wil. Vervolgens vriendengroep Bitterwerk met een spreuk over het fipronil schandaal. Een Milleswagen die een Bakel meedeed. Vervolgens was de beurt aan vriendengroep Deur gedraaid. De jeugd deed in ieder geval enthousiast mee. CV-ketel Nifit was ook aanwezig. De Tweede Kanaalsvereniging van Bakel. Met dit jaar een prinses, prinses Kim Savoye. Het duo Fanneke en Inge waren volgend jaar beter. Ze hebben netjes de hele optocht een ziekenhuisbed vooruitgerold.
Rien Vriends deed dit jaar mee met het motto: ik heb de box aan. Letterlijk en figuurlijk. Vriendengroep Hendig Zat. Een aantal van deze wagens waren uitgeloot voor de afterparty in Bakel, waar ze enthousiast hebben meegedaan met een groot pleinfestijn. De familie van het boerenbruispaar deed uiteraard ook mee. Met het motto: bij mij in de klas zijn de kinderen in hun sas. Ex-prins Jos trad ook aan als familie van het boerenbruidspaar. Het boerenbruidspaar zelf, Meike en Dave. En de kou-kant was ook aanwezig. Zij hadden het zwaar deze dag met het boerenbruidspaar. De vriendengroep van Mike en Dave deden mee onder het motto Visschotel. Dave hens kon vis aan de haken slagen. Vis is uiteraard ook één van zijn hobby's. Vriendengroep Plankgas trad ook dit jaar weer aan. En ook hier was de wagen gespoten door een extern bedrijf. Wat je kunt zien, het ziet er heel netjes uit, het spuitwerk.
Vrienden roep, niet zo nauw. En de volgende vriendengroep die zichzelf hadden opgegeven als KNL-vereniging, de optocht. Onze prins is zo trots als een pauw. Twee pauwen. Ze liepen heel de optocht parmantig rond. En uiteraard was de prins zeer enthousiast en ging hij met hen op de film. 55 jaar Pieterprinsen. Een mooi packje gemaakt met daarin de foto's van alle prinsen. Het feit dat de Pierenwaaiers 55 jaar bestaan kwam veelal terug. En deze groep bracht iedereen vast in gereedheid voor de volgende carnaval. Erik Mandenstraat aan met Wie wil mijn pakken? Een mooi dubbelzinnig effect. De notenkrakers. Zij brachten carnaval in een notendop. Meer 55 jaar nog niet achter de geraniums. De Helmondse straat vroeg, mogen wij ook komen op de afterparty ondanks ons 55 plus?
de Bakerse boeren. Zij streden dit jaar ervoor dat Prins Ties de prins zou moeten worden. Met het motto Amerika met America First was het hier Prins Ties First. En daar hebben we Prins Ties in zijn roze wagentje. En daar hebben we Anton Verbergt, de winnaar van de optocht dit jaar. Hij was van de verkeerde kant. Een mooi feitje voor Anton Verbergt is, hij deed dit jaar voor de 55ste keer mee met de optocht en is deze prijsuitreiking ook gehuldigd. En met zijn act gooide hij hoge ogen. Buurtvereniging De Wijsprong. Uit dit draaiorgel komt ook muziek. Vriendengroep Boelskwartier. Oorlog is er genoeg, dus wij gaan bierpongen in de kroeg. Dit was eveneens een ripse wagen. En vervolgens nog een ripse wagen, gekkenwerk uit de rips met het motto Star Wars.
Wij lopen voor Paul, de familie van de prins. Uiteraard wil zij graag meedoen. En niet alleen het feit dat ze allemaal een Paul-masker op hebben, lopen ze ook daadwerkelijk voor de prinsenwagen uit. En de afsluiter van de optocht, de 55ste prins van de Pirouailles, prins Paul de Nuurste. Er was veel jeugd uitgelopen om erbij te zijn bij de afterparty van de Pirouailles. Een mooi feestje waar het hele plein helemaal bij losging. Alles centraal geregeld via één DJ, waarbij de jeugd heel even zichzelf mocht zijn. Het verliep gelukkig zonder problemen en om 7 uur was het complete plein helemaal leeg. Dit was de 55ste optocht van de Pirouailles. Een mooie optocht met veel diversiteit. Hopelijk hebben we volgend jaar wederom zo'n schone optocht. Langzaam weer omhoog. Springen van de trein. Als ik zag om die 16 mensen.